Hallo allemaal. Ik heb een paar weken niet kunnen vissen door een hernia. Maar gelukkig gaat het nu beter. En wil ik het voorzichtig gaan proberen in de polder vanmiddag. Met kunstaas. Als het dan goed gaat, dan bouw ik langzaam mijn vistijd weer op in de loop van januari. Tot vanmiddag aan de waterkant. Er staat hier een 50 centimeter water ongeveer. En er ligt hier en daar nog ijs. Ik ben benieuwd. Het is zonnig en bijna windstil. Dat is leuk voor mij, maar het zijn niet de beste omstandigheden om te gaan snoeken. Maar goed, ik begin met een shedje. 11 centimeter lang, kopje van 3,5 gram en een beetje aangepast. Zonder stinger. Met stingers heb je wel minder missers, maar ook minder actie. En ik kies voor actie. En dan maar wat missers. We gaan het zien. Nou, dit gaat het niet worden. Ik dacht dat er maar een ijsrand lag van een meter of 10. Maar nu ik verder loop, blijkt dat de hele sloot gewoon nog vol ligt met ijs. Dat valt tegen. Het is al eindlopen hier naartoe en nu dit ook nog. Ik ga snel naar een andere stek. Ook dit soort rakketjes horen erbij. Uiteindelijk gaat het om de aanbeet en niet altijd om de grootte of het gewicht. Ook hier ben ik blij mee, want de aanbeet is altijd weer leuk. Dat was het weer vanmiddag. Mijn rug begint te waarschuwen en dan is het tijd om te stoppen. Jammer genoeg geen actioncam beelden vandaag. Maar goed, het zij zo. Wel jammer trouwens, want visplezier zit toch vooral in de aanbeet en de dril. En niet zozeer in de vangsten. Maar goed, dat zien we dan misschien de volgende keer. Blijf kijken, er komt nog meer. Het is prachtig weer. En dan moet ik er even uit om een uurtje of twee te gaan vissen met kunstaas. Ik begin hier. Dit is zo'n plek waar ik al jaren voorbij rijd, maar altijd op het verkeerde moment als er riet staat. Ik heb er nog nooit gevist. Dit wordt de eerste keer vandaag. We zullen zien. Door die boeven. Je zet de actioncam even af. Nou, binnen 5 minuten een aanbeet van deze vis. Mooie sterke snoek. Leuk. Ga terugzetten.
hele mooie vis. En een hele leuke sport op de ultralight. Blijft toch heel leuk hoor, deze manier van vissen. Hij mag weer eens in het element. Weer is te mooi om thuis te zitten. Dus ga ik een paar uurtjes doodazen vanmiddag. Op dit plasje. Binnen een minuut had ik een prachtige aanbeet, maar helaas, tegen de tijd dat ik bij mijn hengels was, had hij al losgelaten. Ik ben nu 2 uur verder en in de tussentijd heb ik helemaal niks meer gezien. Ik blijf nog een half uurtje. Volgende keer beter. Het is een van de laatste droge dagen voor de komende weken. Dus moet ik het nog maar even gaan proberen. Tussen 2 bootjes in op de Randmeren.
weer in de bek, zoals ik het graag heb. Terugzetten wordt lastig hier, want ik moet een gevaarlijk afstapje nemen. Scheppen was ook niet echt je van het, op zijn hoge kant. Hier doe ik het voor. Prachtige vis. Lekker dik. 1,03 meter. Heerlijk. Zo lust ik het op wel een paar. Ik ga hem terugzetten. Via het schepnet. Dat is goed gelukt net. Dus dat moet weer gaan.